onderwerpen. Uitzinnige vreugde in Zuid-Korea en de Achterhoek. Egypte, groot contrast burgers en overheid. Je hebt het vanmorgen allemaal zelf mee kunnen maken. Spannend tot het einde. Strafschoppen brachten de uitkomst. En de mannen van Guus Hiddink, ze gaan door naar de halve finale. Heel Zuid-Korea in extase. Maar niet alleen feestvreugde in Zuid-Korea. Ook in de geboorteplaats van Hiddink, Varsseveld, is vandaag enorm meegeleefd met de prestaties van het Zuid-Koreaanse voetbalelftal. Familie en vrienden van de trainer verzamelden zich vanmorgen samen met een aantal voetbalfans in het Grand Café in Varsseveld. Angelo Terwiel maakte daar dit verslag. Varsseveld, het dorp in de Achterhoek waar de roots van Guus Hiddink liggen. Ver weg van de hysterische taferelen die zich de laatste weken afspelen in Zuid-Korea. Hier regeert de nuchterheid. Hier heerst rust. Hoewel, ook hier is het WK-voetbal meer gaan leven door de prachtige resultaten van Zuid-Korea. Het team van vurige vuist wordt met overwinningen op Polen en Portugal en een gelijkspel tegen de Verenigde Staten groepswinnaar en stuit in de achtste finale op Italië. Zuid-Korea wint verrassend met 2-1 en gaat naar de kwartfinale waar wederom een tegenstander van formaat wacht, Spanje. Een ontmoeting met een speciaal tintje voor Gouden Guus, want door zijn trainersverleden bij Real Madrid, Valencia en Betis Sevilla draagt hij Spanje een warm hart toe. Maar nu even niet. Vanochtend 8:30, Grand Café De Ploeg in Varsseveld. Met dorpsbewoners, Zuid-Koreaanse zakenmensen en familie van Guus Hiddink maakt twee vandaag zich op voor de wedstrijd. Zuid-Korea trapt af met Kim in balbezit. Hiddink krijgt nu te maken met de arbitrage, want hij was boos op de grensrechter, assistent scheidsrechter zeg maar, omdat hij... hij biedt hem een slok aan en ze zijn weer grote vrienden. Heel slim gespeeld, want ja, je moet oppassen dat je niet wordt weggestuurd op een bepaald moment. En dan krijg je niet de coachen. Kijk, dit is wel mooi, dit is humor. En van Kandoor ook grote klasse. Hoe loopt deze loterij, deze bingo, in het casino van Gwangju af? Het is 0-0 na 90 minuten. Het blijft 0-0 na 30 minuten verlenging. Dus penalties moeten de beslissing gaan brengen. Zuid-Korea benut de eerste vier. En dan legt Joachim aan voor de vierde van Spanje. De jongens Joachim, 20 jaar. Gestopt. De onzekerheid zat in het aanloopje. Bereidt u zich voor op een orkaan, op een ontploffing. Halve finale voor Korea. Jae Min-kook. We love Guus Hiddink. He is our hero in Korea, national hero. Delighted. I can express my
excitement anymore. You already did inside. That's right. Mr. Hiddink, I'm living in Holland. Now I'm in your town. Thank you very much for every effort and this great success. And I hope you could feel the same feeling that every Korean is feeling now. Thank you. We needed that kind of leadership training, know-how. That's what we needed at Korea. Korea has an enormous potential, but we need a certain kind of hitting style, leadership, training, that kind of things. I think it's a good opportunity to have a hitting style leadership in Korean business too. Meneer Hiddink en meneer Hiddink, van harte gefeliciteerd met meneer Hiddink en zijn team. Ja, dankjewel. Het is leuk om deze felicitatie in ontvangst te nemen van je. Als u nu de mogelijkheid had om iets in de camera te zeggen, rechtstreeks tegen uw zoon Guus, wat zou u dan zeggen in deze camera? Guus, jij bent zo. Je hebt het goed gedaan. Je bent rustig gebleven. Dat was je altijd. Dan moet ik hem zeggen, ik moet gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd. Pa is trots. En ma nog meer. Ik heb het zo de afgelopen tijd een beetje zitten overdenken. Maar er zijn wat parallellen tussen het Koreaanse volk en de manier van omgang. Speciaal in deze streek. De Achterhoek. Ja, dat is. We zijn niet uit op conflict. Dus je zult iemand niet gauw tot een scherpe mening tegenover een andere mening krijgen. Dat vermijden we liever. Omdat we denken van, dat is een buurman. We moeten straks nog helpen met die en die noodsituatie. Dus je wilt ja, echt een groepsfeer creëren. En dat zit erin gebakken. En dat is waarschijnlijk ook een antenne die er op het Koreaanse volk zit. Dat daar een begrip uit ontstaan is. En een vertrouwen om te volgen. Wat er aan ideeën naar voren komt. Dat idee heb ik toch. Ja, ik denk wel dat hij ook duidelijk heeft gemaakt dat een leider niet op grond van zijn leeftijd zeg maar, aangewezen kan worden of zich alle verantwoordelijkheid naar zich toe. Maar ook kwaliteit. Zoals het was, heb ik begrepen uit de verhalen dat hij dat doorbroken heeft, die leeftijdshiërarchie. Ja. En dan te bedenken dat Zuid-Korea al trots was geweest als het één enkele groepswedstrijd zou hebben gewonnen. Dinsdag wordt het sprookje voortgezet tegen Duitsland. Maar door de overwinning van vandaag zal in Zuid-Korea een stadion worden vernoemd naar Guus Hiddink. Toch is er thuis in de Achterhoek ook iets bijzonders aan de hand. Want in een ver verleden blijkt het dorpje Varsseveld een vooruitziende blik te hebben gehad. Of is het toeval dat de Hiddinkdijk en uitgerekend de Spanjerweg elkaar kruisen? Ja, de Turkse gemeenschap in Nederland vierde het behalen van de halve finale van het wereldkampioenschap uitgebreid in onder andere Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Dus feest alom en bij ons in de studio.